Dit is het negende college van de cursus Botsende Culturen. Vandaag gaan we het hebben over de rol van social media bij polarisering, radicalisering en tribalisme. De moderne ICT heeft gezorgd voor een informatie-explosie die alle aspecten van het moderne leven beïnvloeden. Economie, politiek, overheid, media, onderwijs, gezondheid en het persoonlijke en sociale leven van burgers. ICT heeft de samenleving ingrijpend veranderd. We leven thans in een informatiemaatschappij, waarin de creatie, verspreiding, gebruik, integratie en manipulatie van informatie een belangrijke economische, politieke en culturele activiteit is. De digitale revolutie, aangezwengeld door informatie- en communicatietechnologie, wordt gekenmerkt door: ten eerste, een ongekende hoeveelheid informatie die ter beschikking komt voor iedereen met een internetverbinding. Dit heeft geleid tot verdere emancipatie van de burger. Burgers hebben toegang tot oneindig veel informatie. Dit maakt de burger meer geïnformeerd. Dat wil niet zeggen per se beter geïnformeerd. Alles is te googlen. En daarbij kunnen burgers zelf ook informatie delen. In theorie met de hele wereld. In praktijk echter vooral met gelijkgestemden. Ten tweede wordt de digitale revolutie gekenmerkt door een enorme macht voor grote techbedrijven. Denk aan Google, Facebook, Twitter, etc. Die floreren op big data. En de moderne ICT biedt ook instituties en overheden ongekende mogelijkheden tot vergaring en manipulatie van informatie. Ook andere non-tech bedrijven en overheden maken gebruik van big data voor marketing en monitoring. De informatiesamenleving zorgt zo voor nieuwe machtsongelijkheid, want kennis is macht. Ten derde zorgt de digitale revolutie voor concurrentie voor gevestigde instituties, met name voor conventionele massamedia. Denk aan kranten, tijdschriften. TV en radio. Deze concurrentie leidt tot een ondermijning van instituties die een monopolie hadden op informatie. De autoriteit van deze gevestigde instituties komt onder druk te staan door alternatieve feiten en counter-narratives. De vraag die daarbij om de hoek komt is: welke informatie is te vertrouwen? En in praktijk blijkt dat vaak informatie van gelijkgestemden. En ten vierde brengt de digitale revolutie een verandering mee van de regels en omgangsvormen in het online, maar daardoor ook offline, publieke debat. De informalisering van de communicatie en online anonimiteit leiden tot een verruwing van het debat. De opkomst van het internet, met name social media, hebben gedurende de eerste jaren geleid tot optimisme. Cyberutopisten zagen in de digitale revolutie tevens een democratische revolutie. De hegemonie van de traditionele media zou gebroken worden door een egalitaire online community. User-generated content en citizen journalism zouden gevestigde kennis vervangen door een wisdom of the crowds. Hierarchische top-down structuren zouden plaatsmaken voor een platform en een netwerksamenleving. En in plaats van bezit en kapitaal zou het in de sharing economy gaan om delen. Denk bijvoorbeeld aan Uber en Airbnb. Verschillende dictatoriale regimes hebben het veld geruimd dankzij Facebook en Twitter. Maar de Arabische lente, begonnen in Tunesië in 2010, maakte met de opkomst van IS plaats voor de Arabische winter. Het cyberoptimisme maakte zoals snel plaats voor een cyberpessimisme. User-generated content heeft soms meer weg van online lynchpartijen dan van een wisdom of the crowds. En online diensten ondermijnen soms juist de rechten van burgers, consumenten en werknemers. En overheden gebruiken big data om burgers beter te monitoren ten koste van bepaalde rechten en vrijheden. Maar in deze les wil ik het voornamelijk gaan hebben over polarisatie in het digitale tijdperk. We zijn deze cursus begonnen met het SCP-rapport Burgerperspectieven uit 2019. Dat handelde over polarisatie. Het maatschappelijk debat over bijvoorbeeld milieu en klimaat, of immigratie en integratie, of cultuur en identiteit, is ten diepste gepolariseerd. Zoals Ian Buruma het zei... identiteit en politiek zijn de afgelopen jaren steeds meer door elkaar gaan lopen. Kijk naar een thema als klimaatverandering. Wat je ervan vindt, is gebaseerd op de club waar je bij hoort. Een weerlegging is meteen een aanval op je identiteit, op wie je bent. Maar was dit vroeger anders, ten tijde van de verzuiling? Toen Nederland wel een vierledige apartheidstaat leek? Elke zuil had zijn eigen krant, eigen partij, eigen scholen, eigen sportclubs, eigen omroepen... Eigen ziekenhuizen, eigen woningbouwverenigingen, etc. Maar er zijn wel belangrijke verschillen ten opzichte van de samenleving nu. Ten eerste was de Tweede Wereldoorlog een nationaal trauma en de wederopbouw was in die zin een gezamenlijk project. Ten tweede zorgde de Koude Oorlog voor een gemeenschappelijke vijand en een duidelijk wereldbeeld. Ten derde waren er van 1965 tot 1988 slechts twee Nederlandse tv-zenders. Ten vierde. Het vertrouwen in en het gezag van instituties was nog niet op grote schaal onderhevig aan erosie, zoals nu. En ten vijfde, de pacificatiepolitiek en poldercultuur dempte, als het ware, de scherpe tegenstellingen tussen groepen. In de jaren negentig zien we de toetreding van de commerciële zenders tot het omroepbestel. Als eerste Veronica, gevolgd door RTL, SBS, etc. Ook leidt de commercialisering van publieke diensten, waaronder de media, tot een klantgerichtere benadering. Het eind van de 20e eeuw bracht de opkomst van het internet en het begin van de 21e eeuw de social media. Vooral social media hebben de wereld fundamenteel veranderd, en niet in het minst op politiek vlak. Met de commercialisering van de media en de opkomst van social media zijn de dempende mechanismen verdwenen. En dit heeft ook zijn weerslag op de politiek. Polderen maakt plaats voor profileren. En daarmee voor radicaliseren. In de scorebordsamenleving zijn er winners en losers. And the winner takes all. 2016 wordt wel gezien als het jaar waarin de traditionele mainstream media het aflegt tegen online media en social media. November 2016 vroegen veel mensen in de VS en wereldwijd zich af hoe Trump tot president kon worden gekozen. Een van de vele verklarende factoren is de polariserende werking van social media, zoals Twitter en Facebook. Het verdienmodel van deze platforms is het genereren van aandacht, wat verkoopbare informatie oplevert. Het verzamelen van data, data mining en het analyseren van die data met behulp van algoritmen levert kennis op en kennis is macht. Deze informatie wordt dan ingezet voor bijvoorbeeld personalized marketing en customized advertising. Dit werkt niet alleen zo voor commerciële reclame, maar ook voor nieuws en politieke campagnes. Dat betekent dat ook nieuws en politieke boodschappen via social media personalized en customized zijn. Dat wil zeggen aangepast op de persoonlijke gebruiker. Met andere woorden, we krijgen datgene voorgeschoteld waarvan het algoritme weet dat het ons interesseert of raakt. En zo wordt het internet steeds meer een medium waarin gebruikers hun eigen meningen bevestigd zien. En die meningen worden vaak meer gevormd door gevoelens van verontwaardiging of woede dan door argumenten. Tabak, alcohol, fijnstof, verkeer en keukentrapjes maken elk jaar afzonderlijk meer slachtoffers dan terrorisme. Toch halen deze zaken zelden het nieuws. Omdat het geen nieuws is. En omdat het geen gezicht heeft. Op social media geldt dit des te sterker. Nieuws over vermeende vijanden verspreidt zich als een lopend vuur. Voor steeds meer mensen en vooral jongeren is het internet en dan met name Facebook de belangrijkste nieuwsbron. Gebruikers liken websites die aansluiten bij hun wereldbeeld en dit wordt gemonitord door Facebook. Gebruikers krijgen vervolgens nieuws gebaseerd op hun voorkeuren, zoals geanalyseerd door Facebook. Nieuws verwoordt zo tot een echo-chamber, een echo-kamer, waardoor gebruikers ongemerkt deel uitmaken van een bubbel, een filterbubbel. For all the hope that comes from connecting with new people and new ideas, researchers have found that online behaviour is dominated by homophily, a tendency to listen to and associate with people like yourself and to exclude outsiders. Social networks are bad at helping you empathise with people unlike you, but good at surrounding you with those who share your outlook. The new information ecosystem does not challenge biases. It reinforces them. The social media maken de wereld zo niet tot een global village, een term van Marshall McLuhan, maar polariseren juist. Zo droeg bijvoorbeeld Facebook's Customized feed bij de Amerikaanse verkiezingen bij aan polarisatie en desinformatie. Sinds May of this year, dan hebben we het over 2016, the Wall Street Journal has run a project called Blue Feed, Red Feed. Showing side by side Facebook streams of news sources popular with respectively liberal and conservative audiences. The resulting social media feeds look like they're from two parallel universes. Within a circle of friends or like minded acquaintances, social media certainly fosters connection. But the further one zooms out to whole societies or the course of global affairs, the more this connection is marred by tribalism and mutual mistrust. Gebruikers die door het Facebook-algoritme geïdentificeerd werden als liberal, dan wel conservative, kregen ander nieuws te zien. In praktijk betekende dat dat mensen die democrat, dan wel republican stemden, zich baseerden op andere informatie. De social media zorgen ook voor een verandering van regels en omgangsvormen in het publieke debat. Waar de echte maatschappij gereguleerd wordt door regels en instituties, is het internet een vrije plaats... Cyberutopisten en cyberpunks zagen het internet als het beloofde land van gelijkheid en free speech, maar velen van hen zijn de afgelopen jaren gedesillusioneerd geraakt met betrekking tot deze belofte van vrijheid. Algoritmen, die sites als Google en Facebook gebruiken, filteren informatie toegesneden op ons profiel, en zodoende zorgt onze online activiteit voor filterbubbels, waarin we onze voorkeuren bevestigd zien. Een nieuwe generatie, de generatie Millennials, is opgegroeid in een wereld van ICT, commercialisering en social media. Sensationeel schokkend nieuws vestigt de aandacht op zich, maar ontlokt gebruikers ook, vooral emotionele, reacties. En zo ontstaan zogenaamde filterbubbles of echo chambers, waarin gebruikers elkaar bevestigen in hun eigen gelijk. En zo leidt het vrije internet tot nieuwe vormen van tribalisme en parochialisme, oftewel van een wij-zij-denken. Het internet maakt het mogelijk dat gelijkgestemden van over de hele wereld virtueel samenkomen. En zo ontstaan online subculturen waarin users zich bevestigd zien in hun eigen waarheid, hun eigen smaak en hun eigen moraal. Platforms en forums zoals Facebook, YouTube, Tumblr, 4chan, Reddit, etc. zijn echo-chambers. In deze Usenet-cultuur heeft zich een nieuwe werkelijkheid gemanifesteerd met eigen regels en eigen gebruiken. Dit zijn niet de regels van de rechtsstaat, maar de regels van de virtuele stam of clan. En dit heeft nieuwe vormen van tribalisme in de kaart gespeeld, zowel politiek correct links als alt right. In het internettijdperk zijn de culture wars online voortgezet op fora en chatrooms als Tumblr en 4chan. In het eerste college werden er een aantal mogelijke oorzaken van de polarisatie genoemd. De opkomst van het internet en social media was daar één van. En wel om de volgende reden. In een anonieme omgeving voelt men zich minder geremd door sociale normen en omgangsvormen. Dat betekent dat beleefdheid en respect gemakkelijk plaatsmaken voor flames, trolling en shaming. Samen met het echo chamber effect van internetfora leidt dat al snel tot tribalisme en stamidentiteit. De online culture wars hebben een eigen dynamiek en ook een eigen jargon. In kill all normies Analyseert Angela Negel de opkomst van alt-right op het internet, via social media. Het jargon van de alt-right werpt een licht op een radicale manier van denken die afwijkt van het mainstream publieke debat. Alt-right staat voor een alternatief voor het neoconservatisme, zoals dat van Reagan, en het paleoconservatisme, zoals dat van Pat Buchanan. Het is vernoemd naar Alternative Right, een in 2010 door Richard Spencer opgerichte website. Het benadrukt de superioriteit van de westerse beschaving en soms van het blanke ras. Het is anti-establishment, anti-immigratie, anti-islam en soms antisemitisch. Het is zeer nationalistisch, pro-Trump, pro-Breitbart en kent vele samenzweringstheorieën. Alt-Light is een typering van de mildere figuren binnen de Alt-Right, voor wie white supremacy geen credo is. De alt right heeft geen duidelijke ideologie en is vooral gebrand op het verketteren van links of in hun terminologie cultuurmarxisme. Ook de alt right is anti-establishment, maar vooral anti-politieke correctheid en voor vrijheid van meningsuiting. Het manifesteert zich vooral op internetfora zoals Reddit, 4chan en vooral 8chan. Het wordt gekenmerkt door zogenaamd edgy humor. Edgy betekent subversief of grensoverschrijdend, op het randje. De genoemde website 8chan is een internetforum waar users anoniem kunnen discussiëren, memes kunnen delen, kunnen uploaden, etc. Op deze site werden drie mass shootings aangekondigd en door users aangemoedigd. Op deze site vinden we veel van het alt-right en alt-light jargon terug. Een van de gebezigde termen is alfa. Alfa verwijst naar masculine mannen zoals Trump, Poetin, etc. die zich laten gelden en zich er niet voor schamen. Beta, daarentegen, staat voor de moderne, gefeminiseerde man. Ruimdenkend, tolerant, cosmopolitisch en bovenal zwak. De cathedral is de liberale consensus, het ideologische paradigma van het establishment. Denk aan Wilders gebruik van de term de linkse kerk of Marx' term de heersende ideologie. Clownworld staat voor de westerse wereld, gebaseerd op liberale linkse waarden, geregeerd door sukkels. Cultuurmarxisme is het linkse geloof dat alle minderheden onderdrukt worden en dat dat tegengegaan moet worden door positieve discriminatie. Sid Lucassen omschrijft het als 'het Marxistische gelijkheidsideaal toegepast op cultuur. Onze tijd zou gekenmerkt worden door cultuurrelativisme. Denk bijvoorbeeld aan de Zwarte Pieten discussie, Black Lives Matter, de MeToo-beweging, Gay Pride, etc. Het cultuurmarxisme zou onze traditionele westerse waarden aantasten.' En zo de westerse cultuur ondermijnen en uithollen. Een andere term voor de genoemde beta-man is koekhold. Een man van een overspelige vrouw. Koekoe betekent koekoek. En zoals bekend legt de koekoek eieren in andermans nest. Koekhold staat dus voor de cultuur gedomineerd door feministen en beta-mannen die immigratie toestaan. Het achterliggende idee is dus dat immigranten onze vrouwen inpikken. Naast de progressive liberals kookholds zijn er ook de conservatieve kookholds, conservatives. Een portmanteau van Cookold en conservative. Dat betekent dus een gematigde conservatief die niet radicaal genoeg is. De term heeft de plaats ingenomen van race traitor, die de belangen van niet-blanken behartigt. Een reactie op de genoemde cathedral is de Dark Enlightenment, of neo-reaction. Dat is een nihilistische, libertarische, antidemocratische beweging. Gericht op de vernietiging van de liberale consensus en de uitroeiing van het cultuurmarxisme. Deep State is een systeem van relaties, afspraken en belangen die de politiek in zijn greep houdt. Trumps belofte: We're gonna drain the swamp werd gezien als een referentie naar de deep state. Flames zijn voorspelbare emotionele reacties. Reacties van verontwaardiging, irritatie, schaamte of scheldpartijen. Trollen, daar komen we zo meteen op hebben vaak tot doel het uitlokken van flames, van flame wars. Een term waar we het eerder over hebben gehad: the Great Replacement. Een samenzwering van het liberale establishment tegen het volk. Het is een economische politiek gericht op het vermengen van culturen ten behoeve van de geglobaliseerde economie. Het openstellen van grenzen ten behoeve van handel en arbeid leidt tot massa-immigratie en homogenisering van de cultuur. De term werd geïntroduceerd door Renaud Camus in Le Grand Remplacement uit 2011. De politiek-economische elites sturen aan op een eengeworden wereld van passieve consumenten. En deze omvolking van de westerse blanke beschaving is genocide by substitution. Oftewel genocide door vervanging. Hiermee verwant is de term human biodiversity, wat inhoudt dat culturele en genetische diversiteit beschermd moet worden tegen entropie, een begrip uit de thermodynamica. Liptard is een portmanteau van liberal en retard, oftewel een scheldwoord voor liberale betas en zogenaamd mannelijke feministen. MGTOW staat voor Men Going Their Own Way. Dat is een beweging van involuntary celibate men, oftewel incels. The Alt Right is deels een beweging van mannen die kampen met hun identiteit in een feminine wereld. Bijeenkomsten van deze beweging monden vaak uit in confrontaties met feministische en LGBT-groepen. The Red Pill is een documentaire over deze beweging en werd geweerd van documentaire festivals in Melbourne en Ottawa. Een meme is een foto of cartoon voorzien van een tekst met een voor insiders duidelijke betekenis. Een goede meme maakt een punt of schept een beeld dat blijft hangen en wordt geshared, gedeeld op het internet. Een meme. Dat in korte tijd heel vaak gedeeld wordt, gaat viral en bereikt een groot publiek. Zometeen een verdere uitwerking van de term. Normie is een lid van de mainstream cultuur, gevormd binnen de liberale consensus. PC staat voor political correctness, oftewel politieke correctheid, een identiteit ondermijnende collectivistische ideologie van slachtofferschap en schuldbesef, althans de alt-right. Oikofobie is een term van Thierry Baudet. En verwijst naar de schuchterheid omtrent het uitdragen van nationale trots, identiteit en eigen normen en waarden. Pepe de Frog is de mascotte voor de Alt-Right en de Alt-Light-beweging en is vooral als internetmeme bekend geworden. SJW staat voor Social Justice Warrior een strijder voor sociale gelijkheid, rechten van minderheden, etc. Vanwege politieke correctheid en ideologisch collectivisme, de aardsvijand van de Alt-Right en Alt-Light. Een snowflake is een psychisch fragiel persoon dat niet kan omgaan met kritiek, ironie, andere meningen, etc. De eigen identiteit wordt ervaren als uniek, kwetsbaar en derhalve beschermenswaardig. De snowflake is snel beledigd, geëmotioneerd en niet in staat om verantwoording te nemen voor het eigen leven. Daarnaast menen ze rechten te ontlenen aan hun kwetsbaarheid en vermeende discriminatie. De oorsprong van de term vinden we in het boek Fight Club van Chuck Palahniuk uit 1996 waarin hij stelt You are not a special, beautiful and unique snowflake. Generation Snowflake verwijst naar de generatie van millennials of Gen Y, geboren tussen 1980 en 2000, en Gen Z, geboren tussen 2000 en 2020. Het boek I Find That Offensive van Claire Fox uit 2016 gaat over de cultuur van slachtofferschap. Virtue signaling laat zich in het Nederlands vertalen als deugdexhibitionisme. Het is het opzichtig etaleren van de eigen deugdzaamheid, oftewel het kenbaar maken van deugdzaamheid door sociaal wenselijk, vooral verbaal gedrag. White genocide of white suicide is de theorie die stelt dat de westerse beschaving zichzelf afschaft. Denk aan the Great Replacement. En white guilt is de neiging van blanken om zich schuldig te voelen over slavernij, de Holocaust, Vrouwenonderdrukking, etc. Tot zover een beperkte greep uit het jargon van de alt-right en alt-light, zoals die online te vinden is. Vanwege de centrale rol die memes spelen op sites als 4chan en 8chan, wat meer over dit begrip. Sinds Charles Darwin is duidelijk dat cultuur, zoals bijvoorbeeld ook taal, vele malen sneller evolueert dan genetische erfelijkheid. In analogie met gene. Introduceert Richard Dawkins in hoofdstuk 11 van The Selfish Gene uit 1976 het concept meme. Meme moet lijken op gene, maar ook op mimesis van imitatie, op mem, het Franse woord voor hetzelfde, en memory, geheugen of herinnering. Een meme is de culturele unit of selection. Een eenheid van informatie die codeert voor een idee of een gebruik of een technologie. Voorbeelden die Dawkins noemt zijn melodieën, ideeën, stopwoorden, mode, technieken, eetgewoonten, kunst, religie, etc. Feitelijk dus alles wat cultureel overdraagbaar is. Memes of memen verspreiden zich in de memepool door van brein tot brein te springen, als het ware, via imitatie en taal. Net als genen zijn memen dus zelfzuchtige replicateurs. Met maar één doel: zelfreplicatie. Een citaat. Memen moeten worden beschouwd als levende structuren, niet alleen bij wijze van beeldspraak, maar ook technisch gesproken. Wanneer je een vruchtbaar meme in mijn geest plant, parasiteer je letterlijk op mijn brein en maak je het tot een medium voor de verspreiding van het meme. Op precies dezelfde manier waarop een virus kan parasiteren op het genetisch mechanisme van een gastheerscel. En dit is niet zomaar bij wijze van spreken. Het meme voor bijvoorbeeld geloof in een leven na de dood, wordt werkelijk lichamelijk miljoenenmalen gerealiseerd als structuur in het zenuwstelsel van individuele mensen over de hele wereld. God bestaat, al was het enkel maar in de vorm van een meme, het gods-meme. Het meme voor blind geloof verzekert zich van zijn eigen voortbestaan door onbewust een rationeel onderzoek af te raden. De Selfish Gene, hoofdstuk 11. Kulticoon William S. Burroughs refereert als eerste naar taal als een virus. En wel in The Ticket That Exploded uit 1962. Hij omschrijft taal als the unrecognized virus dat de symbiotische relatie met zijn gastheer onderhoudt. The word has not been recognized as a virus because it has achieved a state of stable symbiosis with the host. Word en image kunnen gebruikt worden als wapen om mensen te indoctrineren of te hersenspoelen... War is a word. Oorlog is een woord. Richard Dawkins, meme concept, leidde in de jaren negentig tot een nieuwe discipline: memetica. Volgens sommigen een wetenschap, volgens anderen meer een religie. Wetenschappers die zich baseren op ideeën uit de memetica zijn bijvoorbeeld Daniel Dennett in Consciousness Explained, Richard Dawkins in Viruses of the Mind, Douglas Rushkoff in Media Virus, Aaron Lynch. In Thought Contagion, how belief spreads through society, Bruce Edmonds in the Journal of Memetics, Susan Blackmore in the Meme Machine, en Richard Brody, Virus of the Mind, the new science of the meme. Aaron Lynch ziet Thought Contagion, oftewel gedachtenbesmetting, als een verklaring voor hoe ideeën zich cultureel verspreiden. Just as a virus, which elicits sneezes from a human host, is more likely to survive by passing from host to host than a similar but non-sneeze-provoking virus. People don't learn from each other's mistakes, they learn each other's mistakes. Met name religieuze ideeën en instituties zijn een dankbaar doelwit voor de memetici. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Matthäus 28. De afgelopen decennia is de theorie vooral commercieel toegepast, als viral marketing en viral branding. Maar sinds de opkomst van het online Alt-Right en Alt-Light is Memetica ook politiek actueel. Trumps tweet "Kofefe" van 31 mei 2017 ging viral, vooral omdat niemand wist wat hij ermee bedoelde. Sean Spicer stelde, The president and a small group of people know exactly what he meant. Memes worden vooral verspreid door trollen. In Germaanse talen betekent troll een bovennatuurlijk wezen of een bozaardige, een valse dwerg. Het Engels heeft ook een werkwoord to troll, dat wil zeggen vissen met behulp van een achter een boot door het water gesleept lokvisje. Troll in een internetomgeving is afgeleid van deze vistechniek. De troll probeert een reactie uit te lokken. Een troll is een persoon of een programma of een post, dat wil zeggen een bijdrage of een bewerking, waarmee de schrijver aandacht wil trekken. Als gebruikers reageren, wordt de troll aangemoedigd om daar vervolgens weer op te reageren, om nog meer te trollen. Troll is een fenomeen dat op fora, website of chatkanalen berichten plaatst met als doel het uitlokken van flames of flame wars. Opzet van de trol is ondermijnen, verdeeldheid zaaien, confronteren, provoceren, ridiculiseren, roddelen en shamen. Oftewel beschamen. Het verspreiden van desinformatie, frames en memes is daarbij instrumenteel. En dat brengt ons bij het thema waarheid en leugen. Het tijdperk van post-truth en fake news is ook het tijdperk van grote maatschappelijke en ideologische polarisatie. Aan de ene kant wordt de zogenaamde populisten verweten dat ze met hun fact-free politics het publiek een rat voor ogen draaien. Waarheid wordt afgedaan als opinie en in plaats van feiten te presenteren, bespelen ze de emoties van het publiek. Aan de andere kant wordt het zogenaamde establishment verweten dat ze in hun politieke correctheid de waarheid niet onder ogen zien. Met tendentieuze rapporten en misleidende statistieken wordt slechts de heersende ideologie bevestigd. Met andere woorden. Wij zien het goed. De ander huldigt of presenteert een vervormd beeld van de werkelijkheid. Wij zijn realistisch, de ander leeft in een schijnwereld van naïviteiten, trogredeneringen en leugens. En deze beschuldigingen over en weer komt van beide kanten. De vele informatie die ons ter beschikking staat maakt mensen meer, niet per se beter, geïnformeerd, maar leidt ook tot onzekerheid. Achterdocht, wantrouwen jegens de ander, maar ook jegens instituties, lijkt de afgelopen jaren toegenomen. Afhankelijk van de politieke kleur koesteren mensen wantrouwen jegens politiek, wetenschap, de media, etc. Soms is er sprake van wantrouwen jegens het systeem, waarbij instituties als deel van een geheel worden gezien. Dat geheel zou in dienst staan van bijvoorbeeld het kapitalisme, of juist de politiek correcte linkse kerk, etc. Dit wantrouwen kan de vormen aannemen van een complottheorie. Zoals bijvoorbeeld de theorie van de Illuminati of de Zionist Occupied Government. De vraag die hierbij steeds impliciet centraal staat is: welke informatie is waar? En wat is waarheid überhaupt? Een definitie: Ware kennis is kennis die overeenstemt met de werkelijkheid. Maar dan is de vraag: wat is de werkelijkheid? Volgens cyberfilosofen leven we in een virtual reality of een hyper reality. Deze vervorming van de werkelijkheid heeft de plaats ingenomen van de fysiek-sociale realiteit. De oorzaak hiervan is niet alleen de ICT, maar ook conventionele massamedia, commercie en consumentisme. Deze fenomenen spelen in op onze verlangens en behoeften, maar scheppen daarmee ook wantrouwen en onvrede. Het idee in een illusie te leven of te worden geleefd, heeft vele dystopische science fiction verhalen geïnspireerd. Beroemde boeken in dit genre zijn Het Proces van Frans Kafka. Brave New World van Aldous Huxley, 1984 van George Orwell, Fahrenheit 451 van Ray Bradbury en Lord of the Flies van William Golding. Het idee dat onze common sense werkelijkheid illusoir is, werd al geopperd door Plato zo'n 2,5 millennia geleden. Dit verbeeldt hij in zijn allegorie van de grot. In die grot brandt een vuur en zitten geketende gevangenen. De gevangenen zitten met de rug naar het vuur en zien slechts schaduwen op de wand voor zich. Ze denken dat wat ze zien de werkelijkheid is. Hun vals bewustzijn voedt zich met illusies. De wijze echter kan naar de bron kijken, naar het vuur. En uiteindelijk zelfs uit de grot opklimmen naar het daglicht. Een film die enorm populair was onder de huidige generatie van millennials is The Matrix uit 1999. De Matrix is een computersimulatie van de wereld zoals deze was in 1999, maar ten onder is gegaan aan artificiële intelligentie. Kunstmatige intelligentie heeft de wereldmacht overgenomen en mensen dienen nu als energiebron voor het systeem, als batterijen. Ze liggen als kippen in een legbatterij, aangesloten op de Matrix, die hun energie aftapt en hen voedt met illusies. De hoofdpersoon, Nio. Programmeur en hacker wordt gecontacteerd door een groep rebellen onder leiding van vrijheidsstrijder Morpheus. Deze onthult aan Neo dat de wereld waarin hij denkt te leven een schijnwereld is, een illusie genaamd de Matrix. Hij krijgt de keuze tussen een rode pil, die hem dit zal doen inzien, en een blauwe, die hem alles zal doen vergeten. Kiest hij voor de blauwe, dan zal hij zorgeloos verder leven of geleefd worden in de illusoire wereld van de Matrix. Maar kiest hij voor de rode? Dan zal hij zich aansluiten bij de rebellen die de Matrix willen ontmantelen. Neo, een anagram voor The One, kiest de rode en wordt zo door het lot uitverkoren om de mensheid te redden. Neo wordt door de energiecentrale uitgespuwd de echte wereld in en bindt de strijd aan met het systeem. De moraal is dezelfde als in bovengenoemde dystopische romans: vrijheid is belangrijker dan welvaart en welzijn en stabiliteit. Ook voor de generatie millennials. Die ze begeven in de online wereld van Alt Light, staat de Red Pill voor ontwaken, voor wakker worden. Dit is vergelijkbaar met de term woke, die vooral gebruikt wordt ter linkerzijde door zogenaamde politiek correcte liberals. Een Red Pillar is iemand die inziet dat de wereld een links progressieve, politiek correcte, genocentrische illusie is. En het bestrijden van deze illusie is de taak die Alt Light op zich heeft genomen. De nieuwe uitdagers van de gevestigde orde lijken dus gedreven door een nihilistisch gedachtegoed. De aanhangers van Alt-Right en Alt-Light bedrijven een vorm van een backlash-politiek tegen politiek correct links. Ze staan vooral afwijzend tegenover de waarden van de moderne, egalitaire en feminine maatschappij. In zekere zin zijn het christelijke waarden: redelijkheid, nuchterheid, bescheidenheid, vredelievendheid, gelijkheid, etc. Dit verkeerde moralisme maakt mensen tot gedweeën burgers, makkerschapen en brave consumenten. Of erger, tot social justice warriors en snowflakes, die in elke minderheid een slachtoffer zien. Een andere film die enorm populair was onder de generatie van millennials was Fight Club, ook uit 1999. Ook hierin maakt de hoofdpersoon een transformatie door, waardoor zijn leven een nieuwe betekenis krijgt. De huidige, verdovende, consumentistische samenleving wordt afgezworen ten gunste van het echte leven. Vandaar dat Steve Bannon, voormalig redacteur van Breitbart en later adviseur van Trump, refereert aan deze film. We call ourselves the Fight Club. You don't come to us for warm and fuzzy. We think of ourselves as virulently anti-establishment, particularly anti-the permanent political class. We hire people who are freaks. They don't have social lives. They're junkies about news and information. Journalist Ronald Radush verklaarde over een gesprek met Steve Bannon in 2013 We had a long talk about his approach to politics. He never called himself a populist or an American nationalist, as so many think of him today. Steve Bannon zou gezegd hebben, I'm a Leninist. Lenin wanted to destroy the state, and that's my goal too. I want to bring everything crashing down and destroy all of today's establishment. Al dus Steve Bannon in The Daily Beast, 22 augustus 2016. Nadat Trump de verkiezingen had gewonnen, stelt hij, the media should be embarrassed and humiliated and keep its mouth shut and listen for a while. I want you to quote this. The media here is the opposition party. They don't understand this country. They still do not understand why Donald Trump is the president of the United States. The Hobbits, or deplorables, had a great run in 2016. Everybody mocked them and ridiculed them. And now they have spoken. I think 2017 is going to be a very exciting year. Populisme wordt vaak weggezet als politieke stijl die met demagogische retoriek inspeelt op onderbuikgevoelens. Zo zou het wantrouwen jegens de elite en de polarisatie onder bevolkingsgroepen gevoed worden. Daarbij zou het consumentisme en de cultuur van het dikke ik geleid hebben tot een doorgeschoten democratisering. Het zou de gewone man niet ontbreken aan economisch kapitaal, aan geld, maar aan cultureel kapitaal, dat wil zeggen, fatsoen. De aanmatigende toon van populisme-critici doet soms denken aan het beschavingsoffensief van de 19e eeuw. Achter de framing van nieuw rechts als populisme gaan een normatief en stereotyperend wereldbeeld schuil. Hierin wordt hoge en lage cultuur tegenover elkaar gezet. De hoge cultuur is de elite. De elite is beschaafd en heeft een verfijnde smaak. Mensen in de elite zijn gericht op zelfontplooiing. Ze zijn serieus en in integer. Ze houden van kunst en literatuur. Hun gedrag wordt gekenmerkt door beheersing en discipline en zijn gericht op redelijkheid en geestelijkheid. Daartegenover is de lage cultuur die van de massa. De massa is primitief, ruw en lomp. In de massa is men gericht op behoeftebevrediging. Men is oppervlakkig en vluchtig. Men houdt van entertainment en lectuur. Men is instinctief en impulsief, gemakzuchtig en speelzuchtig. En men is vatbaar voor emotionaliteit, lichamelijkheid en uiterlijk vertoon. De massa wordt door elitaire denkers vaak gezien als inherent inert en conservatief. De stille meerderheid volgt de koers uitgezet door elites. En hierin ligt volgens hen dan ook de taak van de elite. Maar met de afwijzing van populisme als doorgeschoten democratisering, wordt er iets over het hoofd gezien. Instigatoren van nieuwe ideologische en politieke bewegingen zijn vaak juist dissidenten en zij voelen zich geroepen. Zij zien zichzelf als een voorhoede van een nieuwe tijd, een renaissance, die het op moet nemen tegen de status quo. Dit god voor Nieuw-Links en de emancipatiebeweging in de jaren 60 en 70, als ook voor Alt-Right en Alt-Light al nu. Filosofen die geroemd worden binnen de Alt-Right en Alt-Light zijn Nietzsche, Machiavelli en opmerkelijk genoeg Gramsci. Er zijn dan ook interessante parallellen tussen de uitdagers van de status quo in de jaren 60 en nu. Halverwege de jaren 60 ging de jeugdigheid van de babyboom-generatie gepaard met secularisatie en onzuiling. Maatschappelijke verhoudingen werden gepolitiseerd en er was wantrouwen jegens gevestigde instituties. Door twee wereldoorlogen stonden conservatief rechts en populistisch nationalisme in een kwaad licht. Links had daarmee de wind in de zeilen en promootte emancipatie door vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar de sixties waren meer dan het tijdperk van utopische verbeelding. Peace, love and understanding. Het was bovenal een periode van sociale onrust, protest en politisering. Een ware beeldenstorm. Het feminisme, provo en de burgerrechtenbeweging bevochten de burgerlijke moraal van de status quo. Maatschappelijke verhoudingen, rolpatronen, vooroordelen komen allemaal voort uit machtsverhoudingen, zo was het idee. Dus om de macht van de heersende klasse te breken, moest de heersende manier van denken bestreden worden. De politiek, gekenmerkt door pacificatie en consensus, werd de straat opgebracht. Alles werd politiek. De vijand voor links was het patriarchale, hierarchische, autoritaire, kapitalistische denken dat de samenleving gijzelde. Leuzen waren, het is verboden te verbieden. Wees realistisch, eis het onmogelijke. En de verbeelding aan de macht. De protestbewegingen, zoals Provo en de burgerrechtenbeweging, hadden vaak echter geen duidelijke ideologie of programma. Ze stelden vooral iets aan de kaak. Ze stelden de status quo ter discussie door de confrontatie op te zoeken. Een effectieve manier daartoe is de wereld op zijn kop zetten, door demonstraties, happenings, sit-ins, etc. Meer dan verbeelding was er sprake van ontbeelding of ombeelding, met als doel omdenken. Politieke strijd, confrontatie en subversiviteit speelden een belangrijkere rol dan utopie en ideologie. Hoewel 1968 bekend staat als revolutiejaar, begon dit al een paar jaar eerder, onder andere met de Provo-beweging. Provo, actief van 1965 tot 67, ijverde voor politisering van nozumgedrag door de autoriteiten in verwarring te brengen. Ze hadden geen uitgewerkte ideologie of programma, maar wilden inspireren tot anders denken. En ze deden dit met vreedzame en ludieke, maar provocerende en subversieve acties. Happenings op het spui, protesten met lege spandoeken... Rozijnen uitdelen, het witte fietsenplan, etc. Ook verspreidden ze geruchten, nepnieuws feitelijk. Er zou bijvoorbeeld LSD in het drinkwater gedaan worden. Provo combineerde dus vreedzaam protest met symbolisch geweld, geweld jegens de symbolische orde. Deze symbolische orde is wat Marx de heersende ideologie noemde en Gramsci de hegemonie. Zoals reeds gezegd, laat nieuwrechts zich inspireren door Gramsci. Antonio Gramsci leefde van 1891 tot 1937. Hij was politiek filosoof en medeoprichter en leider van de Communistische Partij van Italië. Hij bekritiseerde het economisch determinisme van het marxisme dat eind 19e eeuw domineerde bij de socialisten. De heersende gedachte was dat het kapitalisme als vanzelf zou instorten en daarna zouden de arbeiders de macht grijpen. Crisis in de economische onderbouw zou een structurele verandering in de politieke bovenbouw bewerkstelligen. Maar volgens Gramsci leidde een dergelijke gedachtegang tot een passieve houding bij de arbeidersbeweging. Tegenover het marxistisch economisme stelde Gramsci zijn theorie van politieke praxis. Het valse bewustzijn onder arbeiders, religie en nationalisme, vertroebelt hun klassebewustzijn. Inzicht in de logica van de klassentheorie zou hen doen inzien dat ze worden uitgebuit en hen mobiliseren. In 1920 hadden de socialisten verzuimd de arbeiders voor zich te winnen, terwijl dit de fascisten wel gelukt was. De fascisten onder leiding van Mussolini hadden een brede volksbeweging gemobiliseerd en zo de macht kunnen grijpen. De opkomst van het fascisme als vals bewustzijn bij uitstek leidde Gramsci tot de theorie van culturele hegemonie. De heersende klassen beheersen niet alleen staat en economie, maar ook hun cultuur is de dominante cultuur. Door deze cultuur worden ideologisch wenselijke sociale patronen van denken en gedrag gepropageerd. Cultuur is bij Gramsci een veel breder begrip dan in het spraakgebruik... en omvat ook kennis en vaardigheden. Arbeiders kunnen een fabriek overnemen, maar moeten deze vervolgens ook kunnen runnen. Daarvoor moeten hen de benodigde inzichten, kennis en vaardigheden worden bijgebracht. Gramsci maakt verder onderscheid tussen de civiele maatschappij en de politieke maatschappij. De bourgeoisie oefent in een kapitalistisch systeem niet alleen politieke, economische en militaire macht uit... maar ook civiel, intellectueel... Cultureel en moreel leiderschap, oftewel hegemonie. Deze hegemonie is voor, tijdens en na de revolutie nodig om de instemming van de meerderheid te verkrijgen. Wil het proletariaat zijn eigen revolutie bewerkstelligen, dan moet het op dezelfde manier hegemonie verkrijgen. Om hegemonie te verkrijgen, moet een klasse diverse sociale groepen in haar strijd betrekken. En daarvoor moeten politieke compromissen gesloten worden om tot een algemeen gedeeld belang te komen. Een voorbeeld hiervan is de emancipatiebeweging, die streed voor de emancipatie van diverse groepen. Ideologie is voor Gramsci niet een door één denker of stroming bedacht waardestelsel. Ideologie is een psychologisch noodzakelijk cement dat de maatschappelijke verhoudingen in stand houdt. Ideologie is ingebed in de cultuur, in de maatschappelijke gedragingen van mensen en in hun common sense. Het socialisme moet volgens Gramsci een kritiek van het valse bewustzijn zijn, met als doel een juist bewustzijn. Voor de overgang van kapitalisme naar socialisme moet er een intellectuele en morele hervorming plaatsvinden. Er moet een nieuwe ideologie, een nieuwe cultuur worden gevormd die de belangen van diverse onderdrukte groepen uitdrukt. Dus een passieve revolutie is een revolutie die door de elite, niet door de leden van een bepaalde klasse uitgevoerd wordt. Een passieve revolutie is het instrument van heersende klassen om een wankelende hegemonie opnieuw te schragen. Denk bijvoorbeeld aan economische hervormingen van de jaren 80 en 90, met privatisering en deregulering. Een actieve revolutie daarentegen is een revolutie die bewerkstelligd wordt van onderaf, zij het onder leiding van leiders of voortrekkers. Denk aan de jaren 60 en 70, waarin de emancipatiebeweging geleid heeft tot meer gelijkheid. Kramskies theorieën hadden invloed op activisten in de jaren 60 en het Eurocommunisme van de jaren 70 en 80 maar ook nieuwrechtse denkers als Alain de Benoist beroepen zich op Gramsci's theorie van culturele hegemonie. 1968 werd het jaar van de studentenopstanden, de burgerrechtenbeweging, de moord op Martin Luther King, de Praagse lente, Vietnamprotesten, de oprichting van de Club van Rome, etc. De burgerrechtenbeweging en studentenopstanden van 1968 waren mede op het Provo optreden geïnspireerd, maar waar Provo vooral gericht was op ondermijning, waren anderen bezig met constructiewerkzaamheden. Rudy Dutschke, of Rode Rudy, was halverwege de jaren 60 een van de leiders van de socialistische Duitse Studentenboend. Om de heersende ideologie te vervangen, moet de arbeidersklasse haar eigen cultuur en intellectuelen voortbrengen. Dutschke pleitte voor een lange mars door de instituties om van binnenuit de maatschappij te veranderen. Een idee duidelijk ontleend aan Gramsci. In een tv-interview 3 december 1967 stelt hij: Het huidige parlementair systeem is nutteloos. We hebben in ons parlement geen vertegenwoordigers die de belangen van onze bevolking uitdrukken. De echte belangen van onze bevolking. Nu, vijftig jaar later, zouden Geert Wilders of Thierry Baudet iets dergelijks kunnen zeggen. Na de moord op een student door een agent werd een deel van de studentenbeweging gewelddadiger. Dit leidde onder meer tot de oprichting van de Rote Armee-fractie, of de Badere-Meinhof-groep, in 1970. Dutschke verwierp terreur in de strijd tegen onderdrukking, zoals na de moord op Günther von Drenkman in 1974. Terreur dwarsboomt het leerproces van de verdrukten, stelt hij. En terreur leidt tot despotisme en niet tot socialisme. De jaren 80 en 90 van de 20e eeuw werden gekenmerkt door een depolitiserend marktdenken. Government is not the solution to our problem, government is the problem, zei Ronald Reagan. And it's the economy, stupid, zei Clinton. There is no alternative, zei Thatcher. Vooruitgang werd gereduceerd tot innovatie binnen het bestaande neoliberale kader van de markt. Vooruitgang werd voorgesteld als een toekomst die niet anders kan zijn, maar wel beter, oftewel welvarender. Begin 21ste eeuw luidt de opkomst van het populisme een nieuwe fase van politisering in. Bestaande kaders worden ter discussie gesteld en instituties gewantrouwd. De linkse kerk en progressieve politiek zouden bezit hebben genomen van media, educatie en politiek. De conservatieve revolutie moet daarom niet beginnen bij de politiek, maar bij de cultuur en de instituties. Zoals Steve Bannon in navolging van Andrew Breitbart stelde: "Politics is always downstream from culture." Forum voor democratie zegt cultuurmarxisme te bestrijden, maar roept op tot een lange mars door de instituties. Een frase direct overgenomen van Rudy Dutschke. Het Renaissance Instituut van Forum voor democratie heeft een culturele revolutie ten doel. En deze revolutie moet de erfenis van de jaren zestig en de culture wars van de jaren negentig te niet doen. Alles moet opnieuw worden opgebouwd, zegt Jerry Baudet in een talkshow 29 juni 2020. Sinds de opkomst van Fortuyn weten populisten te verbeelden en te politiseren. Dit in tegenstelling tot de sociaaldemocraten. Ze doen dit niet door een utopisch ideaal te verbeelden, maar door de ander te framen als huigelaar, als goodmensch. Het narratief van de status quo wordt ontmaskerd als naïeve en politiek correcte verbeelding van de linkse kerk. De politiek correcte wereldburger gelooft in universele waarden en is daarmee de vijand van het volk. De intellectuele elite heeft middels het politiek correcte denken bezit genomen van de culturele identiteit. Ons denken is besmet met de linkse erfenis van de jaren 60, cultuurrelativisme en doorgeschoten tolerantie. De elite bepaalt wat waar en onwaar, juist en onjuist, rationeel en irrationeel, nobel en verwerpelijk, mooi en lelijk is. Een gelijkwaardige discussie is niet mogelijk. De intellectuelen denken toch de waarheid in pacht te hebben. De enige manier om de strijd aan te gaan is door het frame te veranderen door middel van een ander vertoog, een ander narratief. Een nieuwe manier van spreken en denken moet de heersende ideologie of hegemonie ondermijnen. Uitdagers van het establishment staan te boek als rechtsconservatief, maar zij zijn feitelijk de revolutionairen van nu. Een betere term voor deze beweging is dan ook reactionair. Anno 2018 bieden de social media het platform waarop feiten in een ander licht worden geplaatst. Framing, nepnieuws en alternatieve feiten zijn de beeldenstorm van de 21ste eeuw. Met de kwalificatie nepnieuws over en weer proberen de verschillende kampen hun eigen gelijk te verabsoluteren. Het politieke establishment verweert zich tegen populistische retoriek door zich te beroepen op de feiten. We moeten ons wapenen tegen nepnieuws en alternatieve feiten met behulp van fact-checking. En we moeten weer vertrouwen in de toekomst en op gevestigde instituties zoals wetenschap, politiek en rechtspraak. De angst voor desinformatie speelt ook een rol bij het terugdraaien van de wet op het raadgevend referendum. De progressieve babyboomers van weleer zijn de verdedigers van de status quo vandaag... Zij roepen op tot kalmte en redelijkheid, en respect voor sociale instituties en de feiten. Nu kunnen we het progressief idealisme van de jaren 60 en 70 afzetten tegen het cynische populisme van nu, maar de twee bewegingen kunnen we ook zien als zeer gelijkend, namelijk in hun eis om alternatieven. Als het dominante discours dat van redelijkheid en feitelijkheid is, nuchterheid en kalmte, en geen alternatieven, dan lijkt de reactie van de boze burger onredelijk. Onfeitelijk, misleid, boos, etc. Provo en de burgerrechtenbeweging werden vooral gedreven door protest en kritiek op de status quo. Hetzelfde geldt in zekere zin voor het populisme. Het is verzet tegen de erfenis van de jaren 60 en 70. De babyboomers van toen zijn de bestuurders van nu, vastgekleefd aan het plus, volgens de populisten. Het verschil is dat progressief links de samenleving ziet als nog niet gerealiseerd project. Conservatief populisme wil de eigen identiteit beschermen tegen de progressieve afschaffing van onszelf. Strijdbare hoop, progressief links, heeft plaatsgemaakt voor strijdbare angst, conservatief populisme. Maar er zijn ook overeenkomsten tussen beide stromingen. Ons denken is besmet door een verkeerde manier van denken: de ideologie van de heersende klasse, de hegemonie. De waarheid bestaat niet, maar wordt geconstrueerd door politiek correct discours en machtwerking. Alle vormen van waarheid spreken zijn dus retoriek, uit op het bewerkstelligen van hegemonie. De heersende ideologie voor de linkse babyboomers was het patriarchaat, een vals bewustzijn. De heersende ideologie nu, volgens rechts, is het cultuurmarxisme van de intellectuele elite, of de linkse kerk. Om een ander denken te kunnen laten ontstaan, moeten eerst oude denkpatronen doorbroken worden. In de 60 waren dat happenings, sit-ins, provo, fluxus, marxisme en later deconstructivisme. Nu zijn dat framing, fact-free politics, backlash-politiek en conservatief-rechtse retoriek tegen de linkse kerk. Provo verwierf destijds in haar korte bestaan medestanders door te laten zien dat er alternatieven zijn. Hun methode was echter niet zozeer de verbeelding van een utopische ideologie, maar symbolisch verzet. Hun aanpak had meer weg van een beeldenstorm, een ontbeelding. In het huidige tijdperk van post-truth en het einde van de grote verhalen werkt die aanpak nog steeds. Het populisme is hiervan een voorbeeld. Waarheid is ingeruild voor wat werkt. Feiten zijn politiek irrelevant. Zo stelde conservatief Newt Gingrich: As a political candidate, I'll go with how people feel. And I'll let you go with the theoreticians. Met andere woorden, conservatief rechts heeft postmoderne inzichten en linksactivistische tactieken overgenomen. In de jaren 60 en 70 werd progressief links gekenmerkt door wat we hier zien in de tweede kolom, en conservatief rechts. Door de eerste. De laatste jaren lijken de rollen echter omgedraaid. De uitdagers van het establishment zijn vooral rechtspopulistisch. Het establishment of de mainstream stelt de norm, bepaalt wat redelijk is. Mensen hebben vertrouwen in instituties, vertrouwen in het gezag, hebben een geloof in de waarheid en menen dat we dit geloof serieus moeten nemen. Men heeft respect voor de centrale waarden en dit leidt tot het idee van politieke correctheid. De heersende moraal werkt op die manier behoudend. Verantwoordelijkheid voor de orde staat centraal. En consensus en compromis moeten leiden tot pacificatie. Uitdagers van de gevestigde orde vormen een reactie op de status quo. De tegencultuur is niet uit op consensus, maar op radicaliteit. Er is sprake van achterdocht jegens instituties. Men is anti-autoritair en staat sceptisch tegenover het idee waarheid. Met ironie, hoon en spot wordt een beeldenstorm bewerkstelligd. Het omverschoppen van heilige huisjes is per definitie subversief, provocatief en grensoverschrijdend. En daarom wordt het ook gezien als nihilistisch en respectloos. De nieuwe conservatieven, of reactionairen, zijn dus in wezen revolutionair. En voor hen is vrijheid, met name vrijheid van meningsuiting, het hoogste goed. Om die vrijheid te verdedigen gaat men compromisloos de confrontatie aan. Maar ook ter linkerzijde is de Provo-benadering nog springlevend. Bijvoorbeeld bij de anti- of anders globalisten. Subvertising, culture jamming en guerrilla communication zijn strategieën die verandering willen bewerkstelligen. En deze subversieve tactieken zetten de wereld op zijn kop door ingesleten gedachtepatronen te problematiseren. De mediawerkelijkheid waarin we leven, de reclame in mainstream media, conditioneert ons denken, zo stellen zij. Wapens in de strijd zijn daarom het opzetten van fake websites, de manipulatie van logo's. En de verspreiding van nepnieuws. Een treffend voorbeeld hiervan zijn The Yes Man, die als motto hanteren: Lies can expose truth. In 1984 vond in Bhopal, India, de Bhopal-ramp plaats met de chemische fabriek Union Carbide. Er vielen duizenden doden en de gezondheid van een half miljoen mensen raakte ernstig geschaad. Het bedrijf heeft nalatigheid met betrekking tot veiligheid ontkend en trof een schikking met de Indiase staat. De directeur is niet veroordeeld en enkele anderen kregen hooguit boetes. En het bedrijf is vervolgens verkocht aan Dow Chemical. Er was verder geen nazorg, slechte informatievoorziening en de schadevergoeding aan getuperen was bijzonder laag. Twintig jaar na de ramp maakten Yes Man een nep-website gelijkend op de officiële site van Dow Chemical. En daarop schreven ze dat Dow niet van plan was achterstallige schadevergoedingen uit te zullen keren. Er kwam veel kritiek op Dow Chemical en het bedrijf ontkende de beweringen gedaan te hebben. Daarop verscheen Andy Bickelbaum als Jude Finisterra, woordvoerder van Dow Chemical, op BBC World. Hij verklaarde dat Dow tot inkeer was gekomen en het dochterbedrijf Union Carbide zou verkopen. De opbrengst van 12 miljard zou geïnvesteerd worden in medische zorg, ontmanteling van de rampplek, etc. Dow's aandelen kelderden en het bedrijf werd 2 miljard minder waard in slechts 23 minuten tijd. Na twee uur mediaaandacht publiceerde Dow een persbericht waarin ze de berichten ontkenden. En nadat de BBC een correctie plaatste en verontschuldigingen aanbood, zeeg de aandelenprijs weer. Dit is Provo in de 21ste eeuw. Uitdagers van de gevestigde orde lijken vaak gedreven door utopische verbeeldingen van een ideale samenleving. Maar vaak zijn er diverse krachten en stromingen aan het werk met onderling geheel verschillende belangen en idealen. Hun revolutionaire potentie schuilt dan ook niet zozeer in de gedeelde verbeelding van een utopisch ideaal, maar in het subversieve narratief waarmee ze de vanzelfsprekendheid aan de kaak stellen en dus politiseren. De belofte van verandering begint met het ondergraven van de symbolische orde, de heersende ideologie. Door het gebruik van een alternatief discours kan het bestaande politiek correcte discours ondergraven worden. Door alternatieve verbeeldingen van de werkelijkheid af te doen als desinformatie, misken je dus eigenlijk het politieke. Juist de politieke verbeelding, die niet te herleiden is tot feiten, is een voorwaarde voor een pluriforme democratie. Door dingen in een ander licht te stellen, verschijnen er nieuwe mogelijkheden, alternatieven. En dat is wat politiek is. De erkenning daarvan impliceert de mogelijkheid dat alternatieve verhalen de wereld op zijn kop kunnen zetten. En dat betekent ook dat gewerkt moet worden aan een dialoog. Zonder andere perspectieven daarbij te disqualificeren. Verzet tegen dat perspectivisme verraadt een loyaliteit aan één versie van de waarheid, namelijk die van de powers that be. Verbeelding en framing zijn inherent aan elk verhaal, elk beleid en elke vorm van kennis. Democratisering impliceert dat meer actoren, burgers of groepen, toegang krijgen tot het publieke debat. En het gevolg is dan dat de gevestigde orde concurrentie ondervindt van andere concepties van wat waar of moreel juist is. Dat het establishment onvoldoende aansluit bij beweging van onderop laat iets wezenlijks zien, namelijk dat de politiek de neiging heeft tot depolitiseren en het politieke de subversieve neiging heeft tot politiseren. Of het nu gaat om urgenda, MeToo of Vorm voor Democratie, ze willen allemaal fundamentele verandering ten opzichte van het vanzelfsprekende. Democratie en pluriformiteit van verbeelding veronderstellen elkaar. Verandering zet de wereld op zijn kop. En conflicterende concepties over wat waar en juist en wenselijk is horen daarbij. In plaats van een nieuw groot verhaal te willen vertellen, is het momenteel daarom belangrijker te luisteren. In plaats van een toekomst te willen verbeelden, zouden we ons het perspectief van de ander moeten inbeelden. En wat erbij niet zal helpen, is de ander in discrediet te brengen door een beroep op de feiten. Als een gemeenschappelijk referentiekader namelijk ontbreekt, moeten we eerst trachten naar het tot elkaar te komen. En dat begint met dat alle partijen hun perspectief expliciet moeten kunnen maken, zonder disqualificatie. Als er genoeg basis is om te spreken over gemeenschappelijke referentiekaders, kunnen we het hebben over de feiten.